In deze video gaan we het met elkaar hebben over squatten. Ik ga een aantal punten met je doornemen. Allereerst beginnen we met de basis van het squatten. Vervolgens gaan we in op de juiste houding bij het squatten. Hoe word je sterker met de squat? Hoe je zou kunnen periodiseren in de squat? Welke accessoire oefeningen er zijn ter ondersteuning van je squat? Het verschil tussen raw en equipped in de squat. Hoe je uiteindelijk je maximale kracht kunt testen. En ik sluit deze video af met 10 tips die je direct in de gym kunt toepassen bij het squatten. Nou, mensen die mij kennen weten dat ik niet houd van ellenlange evidence-based hype die er onder trainers en sporters momenteel gaande is. Nee, ik baseer mijn theorie op 15 jaar praktijkervaring, waarvan 10 jaar in de daadwerkelijke wedstrijd zien. Want hoe moet je nou precies squatten? Wat is goed en wat is fout? Nou, de teksten die ik schrijf in blogs of die ik inspreek in video's, benadruk ik altijd gemengd door de bril van sporter en als coach. En dit doe ik eigenlijk ongestructureerd en ik hoop dat je daar voor het gemak doorheen kijkt. Want het gaat er uiteindelijk om dat je begrijpt wat ik bedoel. Nou, laat ik ook vooropstellen dat ik maar voor iedereen altijd baseer op de regelgeving van de Internationale Powerlifting Federatie. Zowel voor wedstrijdsporters als voor recreanten. Want zo onderbouw je eigenlijk elke discussie die kan ontstaan over bijvoorbeeld de startpositie of de correcte diepte in de squat. Zo heb je bijvoorbeeld het zakken tot de altijd veilig geachte 90 graden. Je hebt parallel met je bovenbenen, maar je kunt ook gewoon ass to the crash gaan. Nou, dat laatste, daar gaan we op in. En ik vind dat iedereen die een beetje serieus wil zijn in de gym, zou moeten squatten. En ik kan het daarbij ook moeilijk onderbouwen, maar ik ben er eigenlijk van overtuigd dat de squat mij helpt bij de ontwikkeling van mijn benchpress. Zo voel ik mij doorgaans sterker bij de bench als ik daarvoor een pittige squat sessie achter de rug heb. Voordat we verder gaan, wil ik je erop wijzen dat ik op het moment van deze video de volgende cijfers in het squatten kan overhandigen. Ik heb een equipped squat van 380 kilo. Ik heb een raw squat van 305 kilo. Ik heb een raw squat op een set van 3 met 290 kilo. Die laatste twee die doen er eigenlijk totaal niet toe. Maar die had ik laatst gemeten en ik vond het eigenlijk wel leuk om die gewoon te vermelden. De allereerste, die 380 kilo equipped squat, is voor mij de belangrijkste. Omdat deze variant mijn core business in de sport is. Ik ga je nu wat vertellen over de basis van het squatten. En de squat is eigenlijk een van de grootste en belangrijkste oefeningen in fitness, bodybuilding, powerlifting, gewichtheffen, crossfit, noem maar op. Voor de duidelijkheid zoomen we in deze video in op de squat in de powerlifting. Bij de squat train je een groot deel van je lichaam. De voornaamste spiergroepen zijn de quadriceps, hamstrings en bilspieren. Bij het squatten in de powerlifting staat de juiste uitvoering centraal. Je dient te letten op de startpositie, de diepte en de juiste eindpositie. Daar kom ik later op terug. Wat is nu eigenlijk de juiste houding bij het squatten? Voor mezelf deel ik een set altijd op in 3 delen. Het stukje voor, het stukje tijdens de set en het stukje na de set. Nou, met voor bedoel ik het unrekken en het uitlopen. Tijdens duidt de set zelf aan en na de eindpositie tot en met het terugleggen van het halter. Persoonlijk vind ik het prettig als ik bij het unrekken alvast een kleine lift moet maken. En dat noem ik voorspanning. Daarom stel ik het rek zo in dat het halter altijd een paar centimeter onder mijn schouders ligt. Want zo kan ik mijn bovenlichaam lekker klem zetten onder het halter voordat ik hem uittil. Je voelt tegelijkertijd het gewicht waardoor je hier alvast als het ware aan kan wennen. Bij het zogeheten klem zetten bepaal ik tevens de positie van het halter. En deze ligt bij mij veelal laag op de schouders. Tegelijkertijd duw ik mijn borst vooruit en probeer ik met mijn ellebogen een soort opwaartse druk aan het halter te geven. En dat kun je vergelijken met een statische shoulder press. Dan zet ik spanning en til ik het halter uit het rek. En nadat ik een fractie van een seconde wacht, loop ik 2 tot 3 kleine stappen achteruit. Hierbij probeer ik gelijk goed te staan. En dat doe ik als volgt. Ik zet mijn hakken op schouderbreedte.
Mijn tenen staan licht naar buiten. Knieën zijn volledig gestrekt. Ik heb een recht bovenlichaam en tegelijkertijd hou ik controle over het halter en het gewicht. Ik kijk vooruit de diepte in. Vervolgens focus ik mij op de juiste ademhaling. En in de loop der jaren heb ik die ademhaling min of meer gestandaardiseerd. Voordat ik begin met de excentrische fase, het zakken, neem ik een hap lucht en die hou ik vast. Hierbij adem ik vanuit de buik in en mijn buik duw ik klem tegen mijn riem, als ik deze natuurlijk gebruik. Die lucht neem ik mee naar beneden en laat ik vanaf het omslagpunt van excentrisch naar concentrisch geleidelijk over de laatstgenoemde krachtfase ontsnappen. Zo houd ik controle over de druk die ik voel bij zware gewichten. Hoe diep moet je eigenlijk squatten? Nou, je begint rechtop met volledig gestrekte knieën. Als je voelt dat je in die positie staat, begin je de rep en zak je tot net beneden parallel. Hierbij dien je met de bovenkant van de benen op de plaats van de heupen een fractie lager te zakken dan de bovenkant van de knieën. Vanaf dat moment mag je zonder stilstand direct gaan staan. En eigenlijk vind ik deze regel niet helemaal as to the crash. Daarom probeer ik mijn sporters in training altijd dieper te laten zakken. Een stuk dieper. Want niet alleen omdat het kan, maar ook omdat het uiteindelijke verhogen van de gewichten veelal gepaard gaat met het inleveren van diepte. En doordat je altijd dieper gaat in je training, bouw je als het ware vanaf het begin een soort veilige marge op. Na de laatste rep neem je nog wel de tijd om in je eindpositie te blijven staan. Dus gestrekte knieën, recht bovenlichaam en controle over het gewicht. Vervolgens loop je rechtop met het halter tegen de verticale steunen van het rek en zak je tot het halter netjes in het rek ligt. En dat is einde set. Nou, hoe doe je nou een set met squatten? In powerlifting ga ik uit van sets van 5 tot 3 herhalingen. Deze variatie duidt de combinatie van maximale kracht tot en met de ontwikkeling van kracht en spiermassa. Bij de sporters die ik train, vormt een set van 5 herhalingen eigenlijk altijd de basis. Hierbij zijn de gewichten nog niet al te hoog en dat biedt ruimte voor techniek, houding en volume. Maar bij 5 herhalingen baseer je nog altijd op de ontwikkeling van kracht. En mag je ervan uitgaan dat de gewichten nog altijd hoger zijn dan bij een reguliere set die vaak bestaat uit 8, 12 of 5 herhalingen. Vandaar dat ik de uitvoering van een herhaling altijd benoem in vertaling naar een set. Want we zijn geneigd om een set als een vloeiende hydraulische machine uit te voeren. Maar dat werkt mijn inziens versuring in de hand. En dat gaat ten koste van je kracht. Ik benader een set van 5 altijd als 5 op zichzelf staande singles. Dus iedere rep begin je opnieuw en lever je opnieuw spanning alsof het je maximale beurt is. Want zo leer je continu volledige spanning te genereren. Hoe word je sterker met squat? Zoals ik al eerder zei, werk ik veelal in sets van 3 tot en met 5 herhalingen. Hierbij blijf ik qua volume altijd in de zone kracht tot en met kracht en spieropbouw. Vervolgens werk ik met een bepaalde bandbreedte. Neem hiervoor bijvoorbeeld een set van 5 herhalingen als uitgangspunt. Ik laat mijn sporters vanaf het begin een zogeheten 5-rem-test uitvoeren. Hieruit zal blijken met welk gewicht hij of zij technisch correct exact 5 herhalingen uitvoert. Stel voor het gemak deze 5-rem even op 100 kilo. In een periode van 6 weken zal het volume dan liggen op 3 tot 5 werkende sets met 85 kilo. Gaandeweg wordt het opgevoerd tot 2 à 3 werkende sets van 102,5 of zelfs 105 kilo. Hiervoor mag je uitgaan van een spreiding van ongeveer 6 weken. Nou, hoe zou je nou kunnen periodiseren? Vroeger een term die vooral was bedoeld voor professionele fitnesstrainers. Tegenwoordig is er juist veel vraag naar uitleg omtrent periodisering vanuit de sporters zelf. Vandaar dat ik je een voorbeeld geef van mijn periodisering. In de powerlifting werken wij met macroperioden van een jaar. Want in dat jaar komt elke wedstrijd, een NK, EK of WK, ieder jaar een keer voorbij.
Voor een internationaal atleet vormen de EK en WK de twee grootste wedstrijden, waarbij de nationale variant de NK geldt als kwalificatie en als opstart. Je piekt dus ongeveer 3 keer per jaar, waardoor een mesoperiode kan worden vastgesteld op 4 maanden. Van die 4 maanden maak ik 3 korte blokken van ongeveer 4 weken, waarin we werken aan volume, kracht en maximale kracht. En we vangen het eerste gedeelte aan met 3 tot en met 5 werkende sets van 5 herhalingen. Het tweede blok werken we in 2 tot 3 werkende sets van 3 herhalingen. En we sluiten de mesoperiode af met submaximale krachtsinspanningen van een werkset met 2 herhalingen. En een wedstrijd of NRM-test in de gym is het moment waarop je de daadwerkelijke maximale kracht gaat testen. Even daarvoor blijf je in de gym hangen op ongeveer 95% hiervan. En dan over percentages gesproken. Het gewicht dat je aan het volume koppelt is doorgaans 80 tot 100% van de maximale kracht op de genoemde volume. Dus bij een 5RM van 100 kilo werk je in een set van 80 tot 100 kilo. In de eerste weken werken we met een aantal geselecteerde bijoefeningen of accessoire oefeningen. Veel voorkomende accessoire oefeningen voor de squat zijn een pause squat, een tempo squat, een small squat, een front squat. Nou, natuurlijk zijn er nog veel meer bijoefeningen voor het squatten, maar deze zijn wel even voldoende om een sporter volledig te trainen. Overigens kun je sommige van die genoemde oefeningen ook met elkaar combineren. Bij de selectie van bijoefeningen maak ik eerst een analyse van de sporter zelf. Zo kijk ik bijvoorbeeld naar zijn of haar zwakke punten en kies ik ter verbetering hiervan een aantal bijoefeningen uit. Of juist andersom, ik versterk zijn of haar sterke punten door de juiste oefeningen te selecteren. En meestal kijk ik gewoon naar wat ik op dat moment wil. Ter verbetering van de basishouding en techniek bij de squat kun je gebruik maken van een aantal verschillende stijlen binnen het squatten. Ik noemde net al 5 accessoire oefeningen voor het squatten die ik uitkies met elk een eigen aandachtspunt. Ik leg je nu even uit waarom ik deze gebruik en ik begin bij de pause squat. Squatten in de powerlifting is vanaf het start tot het eind volledig dynamisch. Hiermee bedoel ik te zeggen dat een herhaling excentrisch begint waarna je direct concentrisch eindigt en je slaat als het ware het isometrische gedeelte over. En daarom is de krachtsinspanning niet compleet. Want wat je doet is als volgt. Je zakt tot het diepste punt van de beweging en blijft daar 2 tellen onder spanning zitten. Na die 2 tellen probeer je zo krachtig mogelijk te gaan staan. Pause squat geef ik veelal ter verbetering van de startkracht vanaf het diepste punt genomen. Ik geef 3 tot 4 werkende sets van ongeveer 70 tot 80% van hetzelfde volume bij een normale uitvoering. Dus als je 5RM is vastgesteld op 100 kilo, voer je de pause squat uit met 70 tot 80 kilo. En we blijven dan in de zone van 5 herhalingen. De pause squat komt in mijn schema gedurende het hele jaar voor en wordt als apart op en een op zichzelf staand onderdeel 1 keer per week in het schema verwerkt. Dan gaan we het hebben over de tempo squat. Bij een tempo squat beschrijf je de snelheid van de beweging, in dit geval voornamelijk excentrisch. En ik schrijf dan de sporters voor dat ze in 4 tellen moeten zakken. Dat is vaak veel langzamer dan hij of zij in de kern is gewend. En daarom is de krachtsinspanning erg intensief en verzuur je snel. In dit geval mag je dus langzaam zakken, over 4 tellen genomen en vervolgens probeer je vanaf het diepste punt weer zo krachtig mogelijk te gaan staan. Het doel van deze oefening is het genereren van kracht over de excentrische fase. En ik vind dat deze fase altijd onderbelast wordt. Het gewicht dat je kiest is altijd gebaseerd op wat je concentrisch kunt squatten. Daarom kies ik ervoor met deze oefening een moeilijkheidsgraad in de vorm van een langzame uitvoering toe te voegen. Door de langzame uitvoering geeft de tempo squat je ook de gelegenheid om je houding te optimaliseren. De gewichten zijn relatief laag en je kunt langer nadenken bij het zakken. Tempo squat ligt qua intensiteit op ongeveer 70% van je 5RM en wordt uitgevoerd met even zoveel herhalingen.
Meestal geef ik hem dan als afsluiter van de zwaardere squat sessie met ongeveer 3 sets. Dan hebben we de small squat. Bij de small squat sta je met je hakken op heupbreedte en je tenen staan in neutrale stand. Vervolgens zak je met het verticaal bovenlichaam zo diep mogelijk door. Echt ass to the crest dus. Bij een normale squat ervaar ik voornamelijk spanning vanuit de hamstrings en bilspieren. Bij de small squat voel ik juist meer spanning op de quadriceps. Daarom programmeer ik deze oefening dan ook voor. De small squat gebruik ik om de quadriceps bij het squatten verder te ontwikkelen. De intensiteit is bij deze squat ongeveer 70% van je 5 rem en wordt uitgevoerd met 5 herhalingen. En voordat ik het vergeet, doordat je verticaal blijft met je bovenlichaam, zet ik deze oefening ook in het schema als zijnde houdingoefening. De squat variant gebruik ik als ik zie dat een sporter bij de squat erg voorover hangt. En hierbij kan ik zijn houding dus corrigeren. Dan hebben we een front squat. De front squat legt de focus voornamelijk op de houding van het bovenlichaam en het bereiken van de juiste diepte. Tevens gebruik ik, net als bij de small squats, de quadriceps. Je houdt het halter op de borst, net voor je schouders. Dit kun je op 2 manieren doen. Met gekruiste armen of in de gewichthefstijl. Ik adviseer als powerlifter de gekruiste armen. Verder blijf je in de uitvoering hetzelfde doen als je normale squat. Je bent echter meer gedwongen om rechtop te blijven met je bovenlichaam. Daarom probeer ik deze oefening voor sporters die de neiging hebben om voorover te buigen bij de squat. Of voor verdere ontwikkeling van de quadriceps bij het squatten. Tot slot vind ik het lastig om een uitspraak te doen over de intensiteit. De ene persoon is erg sterk bij de front squat, terwijl de andere juist net begint. Ik adviseer je om te starten met een lege stang en te kijken hoe je de techniek beheerst. Vervolgens bouw je de gewichten geleidelijk op tot het punt waarbij je houding net aan en goed kunt handhaven. Wat is het verschil tussen raw en equipped bij squat? Nou, sinds 2012 is het raw powerliften enorm in opkomst. Daarom wordt er tegenwoordig onderscheid gemaakt tussen raw en equipped. En dat licht ik even kort toe. De raw squat is ondertussen de standaard in het powerliften geworden. Bij raw squat maak je hooguit gebruik van de volgende middelen. Knee sleeves, riem en polsbandages. Anders dan bij het equipped powerliften zijn deze middelen niet bedoeld om meer te liften. Ze geven dan ook geen compressie tijdens de squat. Zodoende lift je raw over het algemeen minder dan bij het equipped powerliften. Het raw powerliften benadert de normale trainingssituatie het meest en geeft de beste inzicht in hoe sterk je bent op een bepaald onderdeel. Ook in de gym kun je gerust gebruik maken van een riem, knee sleeves en polsbandages. Daarom zijn wedstrijden binnen het raw powerliften wat mij betreft laagdrempelig. Raw powerliften is op dit moment de meest populaire variant binnen de sport. Nou, dan heb je nog de equipped squat. De oudere variant is het equipped powerliften. Bij equipped powerliften maak je gebruik van compressiemiddelen die ervoor zorgen dat je bij goede getraindheid en de juiste techniek meer kilo's kunt tillen. Bij equipped squat maak je gebruik van de volgende middelen. Je gebruikt een squatpak, kniebandages van 2 meter, een riem, en polsbandages. De eerste twee maken daadwerkelijk het verschil bij equipped powerliften. Het squatpak is een stug pak uit 1 stuk dat druk geeft bij de schouders, heup en bovenbenen. Een squatpak duwt je bij de beweging telkens de verkeerde kant op. Hierdoor schuiven de knieën naar voren en krijg je een bolling in de onderrug. Dat is natuurlijk niet goed. Daarom is het aan jou om hier als het ware tegendruk aan te geven. De tegendruk zorgt ervoor dat het squatpak op het diepste punt onder maximale spanning staat en hierdoor kun je met behulp van dit pak meer kilo's verplaatsen. Gaat dit vanzelf? Zeker niet. Het vereist een flinke getraindheid om het pak technisch te kunnen handhaven. Daarom ben je bij equipped powerliften altijd overload aan het werk en dat kost een grote hoeveelheid kracht en energie. Ik zelf doe 2 tot 3 keer per jaar blokken van ongeveer 4 weken equipped. Maar eigenlijk niet meer, omdat ik mijn basiskracht altijd raw ontwikkel. Hoe test je je maximale kracht bij de squat? We zijn nu beland bij voorlopig het laatste deel van de squat. Want hoe test je nu eigenlijk jouw maximale kracht op de squat? Simpel.
Voor wedstrijdsporters kiezen we altijd een aantal wedstrijden per jaar uit. Maar niet iedereen wil wedstrijden doen. En daarom spreek ik met een niet-wedstrijdsporter altijd een 1RM-test af. Voor deze test gebruik ik altijd de regelgeving van de IPF op een wedstrijd. Dus 3 kansen per keer met een veilige opener. Je opener is het gewicht waarmee je de test begint. Dit is een gewicht die je in training wellicht 2 tot 3 keer zou kunnen doen in setverbanden. Waarom een veilige opener? Ik gebruik deze om te bekijken hoe de sporter beweegt en om zo het vervolggewicht vast te stellen. Gaat de tweede poging ook goed, dan volgt een derde alles of niets poging om een mooie PR te zetten. De stappen tussen de verhogingen nemen in hoeveelheid altijd iets af. Het is moeilijk om de verhoging in kilo's of percentages uit te drukken en daarom spreek ik met de sporters altijd vooraf slechts de opener af. De tweede en derde beurt baseer ik bij ervaren sporters vooral op wat ik zie in de opener en wat hij of zij bij de vorige wedstrijd hebben behaald. Want het is namelijk altijd mooi om bij de squat ten opzichte van de vorige wedstrijd een verbetering te laten zien. 10 tips bij het squatten. Ik wil je graag 10 tips meegeven voor het squatten. Of eigenlijk een soort checklist die je kunt gebruiken voordat je begint. Besteed aandacht aan het unrekken en het uitlopen van het halt. Kies de juiste startpositie. Gestrekte heup, recht bovenlichaam en controle over het halter. En vergeet niet je knieën uit te lokken. Zak in een vloeiende beweging en onderspanning naar het diepste punt. Hierbij is de bovenkant van de bovenbenen op het diepste punt lager dan de bovenkant van de knieën. Geef een krachtige beweging omhoog. Genereer altijd over de volledige beweging druk op de hakken. Benader iedere herhaling als een op zichzelf staande maximale beurt. Na iedere herhaling neem je bovenin even kort rust voor herstel en controle. Hanteer een correcte ademhaling. Maak boven de 80% gebruik van de riem zodat je spanning op de rug kunt houden. Maak 3 tot en met 5 werkende sets van even zoveel herhalingen ter verbetering van de maximale kracht. Periodiseer en stel duidelijke doelen die je op vooraf bepaalde momenten test. Nou, dit waren geen 10, maar 11 tips. Ik heb een hele video voor je gemaakt over hoe je zou kunnen squatten en hoe je sterker zou kunnen worden. Als je vragen hebt, stuur een e-mail, stuur een bericht, meld je aan op de website. Ik hoop dat je hier wat aan hebt. Heel veel succes!